Koen Bouwman, het is alweer je laatste wedstrijd voor Visma Liesebank. Voelt dat speciaal aan? Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk een wedstrijd zoals geen andere. Ondanks dat het overzees is. Maar ja, het is inderdaad wel de laatste keer in het zwart met geel. En ja, het is toch wel een apart gevoel. Ja, maakt dat jou ook in een bepaalde manier ook wat emotioneel of verdrietig dat je die vertrouwde omgeving gaat verlaten? Nee, verdrietig zeker niet. Maar ja, het is wel iets wat ik zeker wel lang heb over nagedacht om die beslissing te maken. En uiteindelijk heb ik nou gekozen voor een hele mooie nieuwe ploeg. En kijk ik echt met heel veel plezier richting de toekomst. Maar ik ben in ieder geval wel de afgelopen 9,5 jaar super ontvangen hier. En heb ik het echt heel erg naar mijn zin gehad. En dat ga ik echt wel missen. Ja, het is eigenlijk iets wat je niet zo super vaak meer ziet. Renners die zo lang bij een bepaalde ploeg blijven. Hoe kijk jij nu terug op die periode en wat heeft de ploeg jou gebracht als wielrenner? Wat ik al zei, een supermooie periode en dingen hier meegemaakt met het winnen van grote rondes. Dat maak je gewoon als renner niet veel mee. En dat ik dat twee keer mogen doen, de grootste wedstrijden kunnen winnen met de ploeg. En zelf echt gewoon heel mooi geëvalueerd. Nee, dankjewel. Zelf heel mooi geëvalueerd volgens mij als renner. Ik ben binnengekomen als zeker niet het grootste talent. Maar het palmarès wat ik nu heb en de wedstrijden die ik heb kunnen winnen, had ik denk ik niet zonder hun kunnen doen. En daar ben ik ze dankbaar voor. Ja, dat is dan iets wat de ploeg op een bepaald moment ook in jou begon te zien, een soort afwerker in die aanvalsritten? In principe wel, alleen is natuurlijk in deze ploeg niet heel veel vrijheid en heel veel ruimte voor om dat te doen. En vandaar ook de beslissing om andere oorden op te zoeken. Kijk, wat ik zeg, ik heb het super naar mijn zin en daarvoor had ik nooit van ploeg willen veranderen. Alleen, ik heb nog gewoon te veel ambitie voor de rol die ik nou hier toebediend krijg. En uiteindelijk ben ik daar denk ik nog gewoon een te goede renner voor om dat nu al te gaan doen. En vandaar mijn keus. Ja. Voelt dat ook aan als een spannende stap voor jou, een nieuwe omgeving? Ja, tuurlijk. Kijk, eentje waar ik volgens mij heel veel nieuwe moraal moet ik niet zeggen, want ik heb nog steeds moraal hier ook natuurlijk. Maar waar ik wel echt heel erg naar uitkijk. En ik denk dat het gewoon nu, op dit moment in mijn carrière, ik kon mijn contract bij Visma verlengen. Als ik dat had gedaan, dan had ik heel mijn carrière hier gezeten, wat ook helemaal prima was. Alleen, ja, het was nu of nooit en ik besloot om het wel te doen. Ja. Wanneer is dat idee bij jou beginnen rijpen? Is dat iets wat al een paar jaar speelt? Of wat je nu echt wel dat laatste jaar hebt gevoeld van, goh, misschien is nu wel echt het moment? Nee, eigenlijk de laatste jaren helemaal niet. Alleen van de winter toen mijn wedstrijdschema bekend werd en ik geen grote ronde zou doen. Ja, toen is natuurlijk wel het balletje in mijn hoofd beginnen te rollen. En eigenlijk vanaf dat moment ook zeker nog met de ploeg in gesprek gebleven. Maar ook wel andere ploegen benaderd en wie ook mij benaderde. En uiteindelijk is het zo gekomen. Zag je de match met Jaco Alula meteen? Ze stonden eigenlijk samen met één andere ploeg echt wel bovenaan mijn lijstje, waar ik graag naartoe zou willen. En het zag er lang naar uit dat ik nog eerst naar een andere ploeg zou gaan. Alleen uiteindelijk kwam Jaco eindelijk precies nog op het juiste moment voordat ik net tekende. En ben ik heel blij dat ik bij hun komend jaar zit. Ja, waar zit die match dan? Is dat dan vooral inderdaad die kansen die je gaat krijgen? Of ook de cultuur, de gesprekken die meteen goed verliepen? Hoe is dat proces gegaan? Eigenlijk al van de laatste jaren dat je natuurlijk renners daar kent. En dat je natuurlijk in een peloton, als het een dag rustig gaat, dat je natuurlijk ook over hebt van goh, hoe is het en hoe gaat het bij jullie en noem het maar op. En daarvoor was mijn interesse zeker wel gewekt. En zeker na de eerste gesprekken waarin ze echt heel veel vertrouwen hadden en dat ook echt uitspraken naar mij, was de match snel gemaakt. Ja. Welke plannen hebben ze dan met jou? Is dat dan vooral in die grote rondes dan ook als aanvaller uitspelen? Je wint dit jaar ook bijvoorbeeld Coppi e Bartali. Dat soort wedstrijden, hoe moet jouw programma eruit zijn en waar liggen die kansen voor jou? Eigenlijk een mix van. Zeker van kleinere wedstrijden en inderdaad ook grote rondes. Ik zou nog een keer heel graag naar de Tour willen, maar ik zou ook heel lief nog een keer Giro en Vuelta bijvoorbeeld doen in een vrije rol. En dat gaan we deze winter samen zitten, wat het gaat worden. En ik zal ook zeker in dienst blijven van, in dienst rijden van, met kopmannen natuurlijk. En dat vind ik ook helemaal prima, dat vind ik ook een mooie afwisseling. Ik kijk er vooral naar uit om gewoon een mix van beide te hebben. Ja, want inderdaad, Ben O'Connor heeft zich ook wel stevig ontwikkeld de afgelopen jaren. Ja, zeker. Alleen, kijk bij ons, nu bij Visma had je gewoon zoveel kopmannen dat uiteindelijk iedere wedstrijd wel op kop gereden. Of in ieder geval iedere grote wedstrijd. Of had je in ieder geval een rol daarin. En dat gaat volgend jaar natuurlijk iets minder zijn. Maar nog steeds, Matthews, Groenewegen, O'Connor, ik noem er maar vast drie, daar ga ik ook gewoon voor op kop rijden en mijn werk voor doen. En daar kijk ik ook gewoon naar uit. Okay. Dankjewel, Koen. Succes met de nieuwe start.